Goeiedag iedereen, ik ben Christophe Hastienkeste, ik ben gastroenteroloog in het ziekenhuis en ook domeinarts voor het internistische traject. Als domeinarts heb ik vooral een coördinerende functie, enerzijds tussen de directie en de medische raad en anderzijds met de verpleging en met de zorg en bed. We hebben hiertoe heel geregeld vergaderingen waarbij we opmerkingen of eventuele problemen gaan bespreken om op die manier zeer kort op de bal te kunnen spelen en ook zaken te kunnen bijsturen. Het is de bedoeling in het ziekenhuis om zoveel mogelijk een open communicatiecultuur te faciliteren. Hallo, ik ben Hugo. Welkom op het internistisch domein. Hierover vallen volgende diensten. Op het oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis bieden wij hoogtechnologische zorg aan op maat van de patiënt. En een aangename samenwerking en een nauw contact met de collega's en artsen vinden wij heel belangrijk. Op de dienst oncologie en hematologie vinden we het belangrijk om wekelijks samen te zitten met verschillende disciplines. Onder andere de sociale dienst, de oncocoach, de artsen, de verpleging, het palliatief supportteam, pastorale dienst en zo verder. Zo kunnen we de zorg multidisciplinair en vanuit verschillende specialisaties en invalshoeken bespreken en behandelen. Op onze dienst gastroenterologie en endocrinologie hechten we veel belang aan overdracht aan bed. Dat betekent dat we informatie over de patiënt geven bij het bijzijn van de patiënt, zodat de patiënt nauw betrokken geraakt bij zijn persoonlijke zorg. Het team D302 zorgt voor de neurologische en pneumologische patiënt. De patiënt die zich presenteert met een beroerte wordt verder opgevolgd op de stroke unit. Als streekziekenhuis met een uitgebreid en kwalitatief zorgaanbod binnen het dagziekenhuis zetten we dagelijks in op warme en familiale zorg naar alle patiënten, maar ook naar onze collega's. In onze samenwerking met de collega's van AZ Marmelares bieden we een innovatieve werkomgeving waarin we de talenten laten bloeien en medewerkers zichzelf laten ontwikkelen. We houden onze werknemers tevreden door een goede balans te maken tussen werk en privé. Dit vertaalt zich in een warme zorg naar onze patiënten.